Ja, ho, stop maar. We hebben wel nog koffie, maar ja, geen de koning meer. Nee, ja, we wilden al heel grap koffie met de koningen noemen, haha. Ha, ha. Maar ja, zo stom zijn wij ook wel niet. Hè. Nee. Zeg, wij zijn geen koningen, maar ja, Hans is weg. Het was me het weekje wel, Lucas. Ja. Laten we eerst even over Hans beginnen. Ja. Sowieso, een hele fijne vent. Ja, prettig. Hij heeft het hier enorm goed gedaan. Hij heeft vorig seizoen jaar erin gehouden. Dit jaar halve finale beker. We hebben de topscorer. Ja, natuurlijk, de laatste weken ging het al wat minder. En dan, ja, dan is het inderdaad, je weet hoe het gaat in de voetballer. Ja, en dan krijg je weer die dooddoeners. Je hebt sneller een trainer ontslagen dan 23 spelers. Noem het maar allemaal op. Hey, maar toen hij wegging, deze week, stonden we nog boven de streep. Dus hij heeft ons enigszins fatsoenlijk achtergelaten. Maar net wat jij zegt, een fatsoenlijke man. En ook bij ons schoof hij toch iedere week weer aan. En hij zei ook wel eens eerlijk, daarvoor en daarna, ik heb er eventjes geen zin in. Maar je doet het toch hij maar weer. Hij staat er. Maar ja goed, dan is het zover. Hè? Als er één gaat, moet er eentje komen. Want je kunt met Jai het seizoen niet afmaken. Nee. Omdat er tegenwoordig die dispensatie geldt maar voor een paar weken. Ja, en dan heeft Stan toch goed naar ons geluisterd, Lucas. Ja. Ik geloof dat wij de eerste waren die het opperden. Stan heeft dat opgepikt. Die heeft Jos gebeld. Hey, Jos, ik hoor van die jongens van de koffie dat je een goede trainer bent. Dat je perfect zou passen. Hé, hey, Jos. Chai met Loukai. Jos Loukai. Jos Loukai. Jos Loukai. Jos Loukai. Kaal van Dos met Jos. Chai met Loukai. Nou, dus hey, Jos, als die jongens dat vinden, dan kom ik gewoon. Zo moet het toch wel gegaan zijn? Ik geloof heel veel, maar ik ga echt niet zeggen dat wij de eerste waren. Want dat is aan de ene kant ook wel mooi. De naam Jos Loukai zingt hier al jaren rond in de koel en bij de mensen. En zelfs bij de club wordt Jos Loukai altijd als, of het nou droomkandidaat is, maar in ieder geval als mogelijke kandidaat genoemd. Maar ja, hij heeft nog nooit een club in Nederland getraind. Eigenlijk gek, hè? Nee, maar hij is begonnen vlak over de grens, daar zo, bij Stralen. KFC Uerdingen, de Meistermacher, is het 3 keer gepromoveerd. Volgens mij met Augsburg. Borussia Mönchengladbach. Ja, Borussia Mönchengladbach en Hertha BSC. En een grote meneer daar in Duitsland. Die hebben wij gewoon binnengehaald. Ja, ongelooflijk, hè? Maar als je kijkt wat voor serie dat hij daar neer heeft gezet. En dan kunnen de criticus zeggen, joh, laat hem maar weg. Maar daar gaat niet op. Hij brengt gewoon Borussia Mönchengladbach terug naar het hoogste niveau. Hij brengt gewoon Hertha BSC terug naar het hoogste niveau. Het is toeskomen. Ja, het is toeskomen. Maar heb je ook, want de Telegraaf gebruikte het en andere kranten gebruikten het, hoe die in Duitsland ook wordt genoemd. Harter hond. Hij schijnt namelijk nog ontzettend rustig. Ik denk dat dat ook wel een hele rustige, zachte man, zo komt het over. Maar ik denk wel dat als hij met die jongens aan het werk zit, dat hij gewoon rechtlijnig is. Dit is de manier waarop ik het wil. Niet zo. Zo gaat het niet gebeuren. Zo. En zo gaan we het doen. En op deze manier gaan we successen boeken. En ik denk dat we dat hier ook op dit moment wel kunnen gebruiken. Kunnen we zeker gebruiken. Denk jij dat het goed komt met Jos aan het roer? Ik heb nooit getwijfeld dat het niet goed zou komen, maar met Jos aan het roer ben ik er nog meer van overtuigd dat wij erin blijven. Ik denk dat wij dit weekend, hè, want dan is het pack uit, dat we die gewoon op gaan rollen. Ik vind dat nogal wat. Oprollen. Volgens mij is het kunstgras, dus dat rollen wordt een beetje moeilijk. Maar we gaan die gewoon hoppa. Ja, we gaan het gewoon doen, maar dat is onder leiding van Jos. Maar dan komt het volgende fun. Als we die wedstrijd tegen pack hebben gehad, dan hebben wij weer een uitzending. Maar dan staat er geen bordje tussen ons in. Dan moeten we misschien ietsjes door de knieën, want er staat Jos tussen. Ja, Jos, Chaim, Lou, Kaya. Ja, we hebben verschillende dingen gehoord. Ik dacht, misschien, kijk, daar is een bos, dan kunnen we wandelen in het bos met Jos. Het is te lang, En ik las al, op Venlo naar kwam Evil Knievel met Fly, met Lou, Kaya, maar die moet je dan iets te lang trekken. En ik wil best Fly heten, want Fly doe je om successen te vieren. Dus ik hoop dat we dat kunnen doen. Ja, Lucas, goed, jij eet sowieso graag Fly. ik eet graag, punt. En daar kun je van alles achter zeggen. Maar laten we nou eens afvragen, hè. Wij denken wel dat wij leuk zijn. Zijn we niet. Wij denken wel dat we leuke dingen kunnen verzinnen. Maar wij zijn nooit zo slim als al die mensen die hier wel eens naar kijken. Dus een oproepje. Als jij denkt dat je weet hoe wij dit programma moeten noemen. Want Koffie met de Koning, dat kan helaas niet meer. Laat het even achter in de comments. En, hey, er is wat te winnen. En dat is geen fly. Nee, gewoon, dan mag jij tussen. Hier ertussen komen staan, mag jij een keer je mening komen geven over ons prachtige clubje. En je moet ook de koffie verzorgen. En je moet dan de koffie verzorgen. Ja. Dus dat is wat we gaan doen. Laat in de comments achter hoe moeten wij het programma voorheen Koffie met de Koning gaan noemen als Jos Loukai. De kleine generaal, de harte hond, naast ons staat. Nou, je durft wel, Lucas. Ik wel. Maar goed, pack uit dus. Wat denk je? 1-1. 1-1 met de nieuwe trainer. Met de nieuwe trainer. Gewoon
Schokkenfekkie. 3-1. Volgens mij zei ik altijd 3-1. Ja. Maar we gaan gewoon weer 3-1 winnen. Net als tegen Fortuna. Bijna. Ik zat in de buurt. Dat is allemaal. Komend weekend. De eerste wedstrijd met Jos op de bank. Ik vind het spannend. Ik hoop jullie ook.